Als je het stadje Mege aan de Maas over de dijk nadert, zie je de gevangentoren al van verre. In 1357 kreeg Meer stadsrechten. De kenmerkende toren herinnert aan de vesting die Mege ooit was. Met de stadsmuren wilde Mege indringers buiten houden. In 1386 werden de muren gebouwd en voorzien van 4 stadspoorten. Een van die 4 poorten was de gevangenpoort. Tegenover de gevangen toren stond aan de andere kant van de straat nog een toren. Samen vormden ze de gevangenpoort, een combinatie van toegangsbeveiliging en gevangenis. Van de tweede toren is niets meer te zien. Maar de gevangen toren overleefde wel alle oorlogen, maar niet de stadsbrand van 1581. De toren is daarna weer herbouwd. Tussen 1922 en 1924 is de gevangentoren gerestaureerd. In de gevangentoren kon je maar beter niet terechtkomen. Er werden misdadigers in afwachting van hun proces opgesloten. Inwoners van Mege bewaakten de gevangenen die op den poort zaten, zoals dat in de volksmond heette. Ook zorgden ze ervoor dat de gevangenen niet verhongerden. Alles tegen betaling, uiteraard. De Megense smid zorgde voor de duimschroeven en de gisselpaal. Die attributen stonden garant voor een snelle bekentenis van ook de meest onwillige gevangenen. Als een gevangene eenmaal had bekend, wachtte hem of haar, afhankelijk van de aard en zwaarte van het misdrijf, een boete, de schandpaal, een lijfstraf of verbanning. Maar het kon ook uitdraaien op een executie door middel van het zwaard of het koord. Tegenwoordig gaat het er hier op de poort heel anders toe. Nu kun je in de schaduw van de oude gevangentoren een hapje eten, in restaurant op de poort. Na de maaltijd kan je als vrij persoon gewoon weer naar huis. Tenminste, als je hebt betaald. En de ooievaar? Ook die voelt zich thuis in Mege.